Zeer groot. Ja, even het tweede deel van de vraag aan de schiffers van wat gebeurt er nou bij een verdere prijsdaling? Wat betekent dat voor de premies die in rekening gehouden moeten worden? Wat zal dat betekenen voor de schadelast van het Waarborgfonds eigen woningen? Nou, een voortzettende daling van de prijzen zal ongetwijfeld leiden tot een toename van het aantal mensen dat hun woning zal moeten verkopen. En tot de conclusie komt dat de opbrengst van de woning lager is dan de rechtsschuld. Dat zien wij op dit moment ook. Hè. Met name mensen die tussen 2003 of vanaf 2003, 2004 gekocht hebben. Meestal jonge starters. Dat vooral als ze onverhoopt gaan scheiden, dat ze tot de conclusie komen dat de schuld hoger is dan de opbrengst van hun woning. En dat zal zich dus ook voortzetten onder invloed van een verdere vraaguitval en een verdere prijsdaling van woningen. En dat betekent dus ook dat daar waar je nu maatregelen treft, terecht denk ik, om de financierscapaciteit van mensen om daar voorzichtiger mee om te gaan, dat je dat ook op een voorzichtige wijze moet introduceren om te zorgen dat je om te kijken of er toch meer kansen zijn om de prijsontwikkeling op de koopwoningenmarkt te stabiliseren of misschien iets te stimuleren in plaats van dat je op dit moment toch het risico loopt dat de prijzen mede onder invloed van die maatregelen verder dalen. Heer Groot, kort. Ja, ik begrijp dat u pleit voor toch wat stabiliserende maatregelen, maar ja, gewoon de vraag van hoe kwetsbaar is nu het Waarborgfonds voor een verdere. Aan wat voor schadelast moet je dan denken voor de Nederlandse samenleving? Nou, op dit moment zie je dat we ongeveer 3.500 huishoudens per jaar moeten helpen bij de verkoop van hun woning. Dat kost het Waarborgfonds op jaarbasis ongeveer zo'n 100 miljoen. We voeren stresstesten uit om te kijken hoe solide het Waarborgfonds is. Hè. We staan op dit moment borg voor 1 miljoen huishoudens. En we hebben een Waarborgfonds van 780 miljoen om de schades op te vangen. Uit die stresstesten blijkt dat wij nog wel in staat zijn om een verdere prijsdaling van 10 tot 15 procent, dat we de effecten daarvan kunnen opvangen. En in die zin is het Waarborgfonds op dit moment niet in de gevarenzone. En met gevarenzone bedoel ik dat er geen aanspraken behoeven te worden gedaan op het Rijk, op de achtervangfunctie van het Rijk. Maar dan bereik je bij die percentages bereik je wel de grenzen op enig moment. Dus wat dat betreft is er alle aanleiding om te kijken naar de vraag of de maatregelen die getroffen worden om het risico te verlagen niet contraproductief werken en juist de risico's verhogen met alle schade van dien voor zowel die consumenten als voor de overheid. De heer Hauwers. Ik wil nog graag even terug naar de restschuldproblematiek. Meneer Feitsma, de vraag is voor meneer Feitsma. We gingen zojuist even op de huizenprijsdalingen in. Maar er is natuurlijk ook een groep mensen van 2003, 2004 tot nu die gekocht hebben, bijkomende kosten hebben gehad, soms ook verbouwingen hebben uitgevoerd die niet per se waardevermeerderend waren. In hoeverre hebt u er ook op toegezien dat er dan ook extra werd afgelost, zodat u niet alleen naar het inkomen, maar uiteindelijk ook naar de onderliggende waarde keek, los van de algemene daling die er nu is? Ja, dank u wel. Er is juist natuurlijk vanuit ons als Nederlandse Vereniging van Banken zelf gezegd om in ieder geval ook het percentage aflossingsvrij om dat te beperken. Dat is eigenlijk vanuit de sector zelf gekomen. Eerlijk gezegd in reactie op een alternatief vanuit de AFM, waarin werd gezegd van we moeten de kop in 7 jaar afbouwen, dus de kosten boven de waarde van de woning. Dus die stappen die zijn voor een deel natuurlijk toen al gezet door de sector. En nu omarmen wij ook de maatregelen die specifiek worden genomen, ook fiscaal, voor wat betreft de restschuldfinanciering. Dus ik denk dat we dat misschien even voor wat betreft onze rol kunnen duiden. Dank u wel. Ik heb een vraag aan de heer Warnaar. En dan geef ik daarna de heer Groot weer het woord. Ik ben ook even benieuwd. We hebben natuurlijk in die periode dat de prijzen enorm stegen in de jaren 90. Met al die mogelijkheden die er waren.
Stel dat je nou zegt, we proberen te zeggen wie heeft er nou heel erg geprofiteerd van die situatie en wie is er nou vooral het slachtoffer geweest van die situatie. Kunt u daar iets over zeggen? Ja, ik vind het altijd moeilijk om te hebben over profiteren, want wie is nou degene die profiteert? Je profiteert denk ik als je een mooi huis hebt en daar lage lasten voor hebt. Dus ik denk dat degene die in de jaren 90 gekocht hebben en volgens de hele huizenprijsstijging hebben meegekregen, dat die uiteindelijk ervan geprofiteerd hebben. Want als ze niet verhuisd zijn, wonen ze nu in een mooi huis en hebben ze relatief lage lasten op dit moment.